demo. Demo. Warmte. Dynamica. Beweging. Heel onschuldig, hè? De wetenschap over hoe warmte beweegt. Je moet meteen aankomen, dat komt uit de tijdperk van industriële revolutie, stoommachines, etc. Maar het is vele malen meer. Het is de wetenschap die handelt met macroscopische grootheden. Dat zijn de dingen die je daadwerkelijk kunt meten, zoals druk en volume en temperatuur, de massa. Dingen die direct toegankelijk zijn. Het trekt zich geen bal aan wat voor microscopisch idee ervan heeft. Hoe die atomen en die moleculen en alles voorstelt. En kan gewoon door eigenlijk empirische waarnemingen samen te vatten in vier wetten. En dan op een enorm mooi wiskundig bouwwerk omheen te bouwen. Uit een heel beperkt aantal grootheden. In essentie, als je een homogene stof neemt, hier is het gas te zijn. Twee dingen te meten, bijvoorbeeld de temperatuur en het volume. En al die andere grootheden liggen vast. En de kracht daarvan is, waarom zou je dat doen? Nou, er zijn nog zoveel dingen die wij niet begrijpen. Zwarte graad, hoge TC-supergeleiders, u noemt het nog, en nu dat is Verlinde verhalen. Daar hebben we geen idee hoe die microscopische mechanismes in elkaar kunnen zitten. En deze theorie laat dus toe je daar een glimp van te geven. Zonder te hoeven weten hoe die atomen, die moleculen en die elektronen in elkaar zitten. Een deel van mijn proefschrift bestond eruit de Grünheisenparameter te meten. De Grünheisenparameter, dat zegt u misschien niks, dat is een combinatie van de soortelijke warmte, de thermische uitzetting en de compressibiliteit, dat is een verhouding van die drie. En als je daar goed over nadenkt, geeft je dat hoe de energieniveaus in het systeem van het volume afhankelijk zijn. Je hoeft daarvan niet te weten hoe die energieniveaus ontstaan. Hè? Dat is een veeldeeltjesysteem. Dat kan ik niet, dat kunnen we niet, nog niet. Hè? We hebben er al wel ideeën over. Hè? Maar dat geeft je dus direct informatie over het microscopische, zonder dat je daar op een of andere manier informatie bij stelt. Volgens door buitenaf te kijken. Zwarte gaten hetzelfde. We hebben geen idee hoe die zwarte gaten in elkaar zit. Iedereen die dat wel beweert, die klast uit zijn nek. Ja. Maar dat wat we wel weten, is dat de thermodynamica daar moet omgaan. Ja. En dat is de enorme kracht van de thermodynamica. Met heel weinig informatie. Wat ik net zei, hè, hoef maar twee dingen te weten. Als het een mengsel is van dingen, dan moet je er meer weten natuurlijk. Maar bij een homogeen iets, hè, een kop koffie of een mop, hè, in die zin homogeen. En de rest ligt allemaal vast. Dat is extreem krachtig. Je kunt uitspraken doen alsof je een tovenaar bent. Dat is de kracht van thermodynamica. Dus het lijkt een heel onschuldig thema, maar het is allesbehalve onschuldig. Het nadeel is dat 1800, begin van de industriële revolutie, überhaupt dat die industriële revolutie mogelijk was, is omdat we dit begonnen te begrijpen. Daarom konden we goede stoommachines maken. Zonder inzicht in hoe dat werkt, hadden we het kunnen vergeten. Mensen als Joule en Watt en Thomson, dat zijn de grote helden daar. Dat te ontwikkelen heeft 200 jaar geduurd. Dat betekent dat 200 jaar mensen daar aan die begrippen hebben zitten slijpen en steeds preciezer en steeds preciezer en steeds preciezer te maken. En het nadeel daarvan is, dan ontstaat er zo'n soort bouwwerk om zo'n begrip heen. Ja. En dan is het verschrikkelijk lastig als het nu komen, daar heel snel te kunnen zeggen, dat is het. Want dan lees je weer iets anders, dan zit er nu weer iets totaal anders. Ja, maar ik was hier toch naar dit, wat heeft dat met dat te maken? En er zit een wereld tussen. Dus wat je maar ziet doen, is straks het begrip van verschillende kanten aanvliegen. Om je te laten voelen hoe die dingen eigenlijk hetzelfde zijn. Ja, ik doe het in rondes. Ja? Ik zal die vier hoofdwetten van de thermodynamica ook op verschillende manieren voor u formuleren. Om u te laten voelen hoe die dingen allemaal hetzelfde zijn. En wij zijn daar in het nadeel. Hè? De theorie is in het voordeel, die heeft 200 jaar daar mogen rijpen. Een goede, voelde, rode wijn geworden.
Ja, maar dan wel een krachtige wijn. Ja, je kunt er een aardige kater van krijgen. Ja. Nou, genoeg gezongen. Laten we gewoon beginnen. Ja? En ik wil beginnen met twee verhaaltjes. En het eerste verhaaltje gaat over behouden grootheid. Bijzonder energie. Natuurkundigen houden heel erg van behouden grootheden. Dat is handig, want dan hoef jij niet te weten hoe de details in elkaar zitten. Mijn familie Zwitsers, als je naar een goede horlogemaker gaat, hè. Het eerste wat hij doet is dat die horlogemaker dat horloge weegt. Dan gaat hij van alles nog wat doen en hij zet het horloge in elkaar en dan weegt hij weer. En dat doet hij om snel te kunnen controleren of iets kwijt is. De behouden grootheid in dit geval is massa. Ja, aannemende dat het geen atoomblok is. Ja, dat is handig. Dan hoeft hij dus niet al die detailstappen die hij gedaan heeft na te lopen. En als hij, het mooiste zou zijn als je een hele hoop van die behouden grootheden bij elkaar hebt. En daarmee de eindtoestand van POC vast kunt leggen. Dan kunnen we dat. Dus je hoeft niet eens te weten wat daar tussenin gebeurd is. Eigenlijk weet je dat al, hè? Klassieke mechanica. Botsing van twee biljartballen. Twee behouden grootheden. Impuls en de energie. De voorspel, als ik de beginsituatie weet, weet ik perfect wat de eindsituatie is. Zonder dat ik daar op een of andere manier informatie in gestopt heb, of overdreven veel informatie in gestopt heb, hoe die botsing daar in het midden plaatsgevonden. Is dat de hyperboraanwet? Ik weet niet wat de hippie voor raar is. Met nou, energie gaat nooit verloren, vind ik. Ja, en wordt nooit geboren. Zegt u? Gaat nooit verloren en wordt nooit geboren. Nee. Dus, ja, nu moet je niet vergeten, het is namelijk net zo belangrijk. Dus een ander voorbeeld is, een van mijn vrienden waarmee ik samen gepromoveerd is, die werkt voor de milieupolitie. En die moet dan naar Shell. En de Shell-mensen kunnen zijn bloed wel drinken, want het is altijd heibel als hij er tegenkomt. Dus als hij dreigt te komen wat ze gaan doen, is het zo onoverzichtelijk voor hem maken als mogelijk. Met karretjes heen en weer rijden, buizen overal, hè, zodat hij vooral niet kan volgen waar wat volgt. Interesseert hem geen flaus. Want wat hij doet, is hij kijkt gewoon wat erin gaat en wat eruit komt. Als er minder in gaat of minder uitkomt dan erin gaat, dan stinkt daar wat. Als er meer uitkomt dan erin gaat, dan gebeurt er iets interessants. Ja? Dat is de kracht van een behouden grootheid. En zo'n behouden grootheid is ook energie. En het verhaaltje wat ik ga lenen van Feynman. Dit is de mens. Klassiek hout. Ik denk dat u het kent. Energie is universeel, ja, is op alles toepasbaar. En de wet van behoud van energie, zover wij weten, van Hubble, is exact. En exact op maatstaven die onvoorspelbaar zijn. Ja, gaan we niet aan beginnen. Natuurlijk kan het doen. Ze zijn er allemaal aan. Ja. Ja, maar. Waar was ik oh ja. Dennis de mens. Dus energie is universeel. Het is exact tot op een graad die voor de natuurkundige theorie onvoorspelbaar is. En het nadeel is, het is ook abstract.
Hij legt het als volgt uit. Hij zegt van, stel je voor, je hebt een baby, Dennis. Dennis krijgt van zijn vader 28 blokken. Die zijn onverwoestbaar en allemaal hetzelfde. Kan ze niet een stukje krijgen, kan ze niet gewoon steeds dezelfde achterkomen. En Dennis speelt altijd in de woonkamer. Eind van de dag, waar de moeder de rotzooi op, hè. In de woonkamer zijn dan de moeders die dat soort verkeerde kusjes krijgen. Telt de blokken. Ja, en telt, ja, achter hem kunnen blokken zijn. En op een goede dag schrijft ze maar 27. Oh, hier is iets niet in orde. Maar, ze heeft geluk. Je vindt het 28e blok onder het tapijt. Dus het is een behouden grootheid, hè, maar je moet wel goed zoeken, dat staat er eigenlijk. Nou, zo gaat het een poosje door. Op een goede dag heeft ze er nog maar 26. Hoe goed ze ook zoekt, kan het niet vinden. Hè. En dan besefte ze, hé, dit was een mooie dag. Volgens mij heeft het raam opengestaan. Laat ik eens buiten kijken. En inderdaad, daar vindt ze die twee blokken. Ja, waar ik naartoe aan het werken ben, is dat het systeem en zijn omgeving, dat zit in dat stukje. Ja? Dus, voortaan let ze op, hè. Bochten buiten ook kijken. En dan gebeurt er iets raars. Ze vinden 30 bochten. Dat is vreemd. Ik zeg, wacht even, zijn vriendje Bruce was vandaag hier. Dit moet twee van zijn bochten zijn. Dus energie kan er ook in komen, dat staat daar eigenlijk. Hè? En zo, ze is band Bruce uit, kan niet meer komen, raam wordt dichtgespijkerd, hè? Helemaal neurotisch. Hè? En zo gaat dat goed, dag in dag uit, 28 blokken. Komt het? Andere dag, 26 blokken. Ja, verdomme, gaan we weer. Niet onder het tapijt, raam kan niet, Bruce was er niet. Wat is hier aan de hand? En dan beseft ze zich, in de hoek staat de speeldoos van Dennis. En daar zouden ze wel eens in kunnen zetten. Maar Dennis wordt helemaal hysterisch. Nee mam, daar mag je niet om kijken. Dat is van mij, dat is privé, dat soort dingen. Mag je niet in kijken. Maar mam is niet gewoon gehad om ze te vangen. En besluit dus, weet je wat ik doe? Ik weeg die doos op een goede dag als ik weer 28 blokken heb. En op die manier, als ik dan weet hoe zwaar één blok is, kan ik achterhalen hoe zwaar of er blokken in die doos zitten. Gewoon door om te wegen. Dat verschil, dan haal ik de lege doos vanaf, hè. En door het gewicht van een doos te delen. Dus ze verzint eigenlijk, de behouden grootheid is het aantal blokken wat je ziet. Plus het gewicht van de doos, hè, de massa van de doos. Min de massa van die doos. Dan schrijf ik het boos. Ja, als hij 28 blokken heeft, delen door het gewicht van de blok. Dat is altijd evenwicht constant. Ja. Dennis happy, moeder happy, iedereen happy. Toch, een goede dag, gaat het verkeerd. Ik vind ze weer te weinig blokken. Wat is hier nou weer gebeurd? Nou, Dennis is in bad geweest. Een enorme smeerboel van gemaakt. Ja, die blokken liggen nou waarschijnlijk in het water. Met één zo'n smerige tering in de zooi. Dat ze die blokken niet meer kan zien. Maar wat ze wel ziet is dat het water gestegen is. En ze besluit uit het stegen van het water. Als ik weet hoeveel één blok het water laat stijgen. Kan ik uitrekenen. Hoeveel blokken daar in dat water moeten liggen. Dus in plaats van deze behoudswet. Pas hem aan, hè. Komt daar nog een term bij. Niveau water. En min niveau water op een nul niveau, hè. Gedeeld door stijging 1 blok. Dat moet iets steeds constant zijn. Weet je te voelen hoe zij met blokken deelt die ze niet kan zien? Ja. Nou, en naarmate het leven steeds complexer wordt, komen hier steeds meer van die termen bij. Hè? Dennis wordt steeds vrijer, hè?
bloedbocht, er kunnen ook in de tuin liggen tegenwoordig. En we zitten er allemaal maar, er komen steeds meer termen bij. Nou, wat heeft dit nou met energie te maken? Energie werkt op dezelfde manier. Dus daar hebben we een formule voor. Met allemaal termen, die hebben dan een naam. En al die termen bij elkaar, dat moet steeds hetzelfde verhaal geven. We hebben kinetische energie, we hebben potentiële energie, we hebben elastische energie, massa-energie, et cetera, et cetera. Alleen het grote verschil is dat deze term hier zit. We hebben die blokken nooit gezien. Alleen we hebben verzonnen eigenlijk dat het steeds hetzelfde vertaling moet zijn. En hoe weten we dat dat juist is? Weten we niet. We weten alleen maar dat tot nu toe het verrekte goed gewerkt heeft. En tot nu toe is de laatste 2 miljoen jaar. En dat is energie. Dus ik kan, de moderne natuurkunde kan u niet zeggen wat energie is. Zij kan u alleen maar zeggen hoe het zich gedraagt. Dat het een scala is, een getalletje is. De kracht is een vector, hè? Dit is een getalletje. Dat ik kan uitrekenen dat de potentiële energie m in het zwaartekrachtveld m keer g keer h is. Dat is één van die termen. Dat de kinetische energie een half mv kwadraat is. Massa-energie is mc kwadraat. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus voor al die bijdragen heb ik uitdrukking. Een beetje, ziet u daar nou nog op? Maar het is een volstrekt abstract ding. Ik zeg niets over een mechanisme wat het is. Ik zeg niets over iets concreets, dat is het. Ik zeg alleen maar, als u dat uitrekent en het allemaal bij elkaar optelt, krijgt u steeds hetzelfde. Dat is wat het is. Ja? Dat is eigenlijk wat energie is. En energie, langzamerhand gebruiken we het woord zo vaak, dat we er langzaam aan wennen. Dus als je natuurkundige heel snel op een hele erge rode wil krijgen, als je van die paragnosten krijgt met energievelden. Ja, want dat, is, dat mag je niet energie noemen. Want het voldoet niet aan een lijstje eigenschappen. En het gedraagt zich niet als een behouden grootheid. Wat is dat voor een raar woord? Noem alsjeblieft rabarbervelden of kaboutervelden. Maar niet energievelden. Please. Ja? Dit is een. Het betekent iets. Precies dat wat we eronder verstaan. Nou, nu het volgende. Dat was dat raam en die Dennis eigenlijk. Wij onderscheiden het systeem en zijn omgeving. En dan hebben we twee verschillende soorten energie. En het verschil zit erin hoe we die energie tellen. Ik heb energievormen, die geven me gewoon een getalletje, zoveel van die energie, zoveel van die energie, zoveel van die energie. En ik heb een energievorm, dat is een andere soort van boekhouding, die zeggen me, er komt zoveel bij, of er gaat zoveel af. En die energie zit hier tussen. Dus, en die twee energieën die er zijn, is de arbeid en de warmte. Arbeid en warmte zijn de twee manieren dat de energie van de omgeving het systeem in kan komen of het systeem uit kan gaan. De arbeid is van die twee de makkelijkste. Als je zich herinnert, de middelbare school, arbeid is de kracht die de afgewezen weg. Ziet u me daar zo'n raar streepje doorheen? Daar kom ik straks op terug. Dit is een beetje een subtiele, omdat de arbeid die ik lever afhangt van de weg die ik ga. Dus niet meer alleen maar het eindpunt en het beginpunt zijn belangrijk, maar ook wat ik daar tussenin gedaan heb. Het is niet een perfecte day-dag. Maar daar komen we nog op terug. Maar dat je alvast weet, hier ligt een enorme cobra in het slag. Dat kon ik niet opstaan als ik was. Dat hangt dus heel erg af hoe dat is. Maar dat kan niet de enige zijn, want als u een stoomketel eigenlijk neemt, hè,
Die stoomketel kan uiteindelijk arbeid verrichten. Dan komt hier dus arbeid uit en er is iets ingegaan. Ja. Naar Henkje, dat zijn die kolen die eronder liggen, die vlammetjes die iets doen. Hè? Ik stop daar iets in. Dat is warmte. Ja? Dus de arbeid is niet de enige vorm waarmee ik energie erin en eruit kan krijgen. Er is nog een tweede vorm, dat is warmte. En vaak zeggen mensen dan, ja, dan is warmte dus de energie die ik erin stop die een temperatuur kan verhogen. Is niet helemaal waar. Nu komt het verhaal van Joule. Die twee dingen zijn als het ware twee zijden van dezelfde munt. En Joule ziet dat als volgt. Het verhaal is het volgende. Dit zijn twee verhalen. Twee verhalen die eigenlijk beide even onwerkelijk zijn. Ik geloof ze beide niet. Het eerste verhaal is dat het Joule opviel dat bij het kanonnenwagen, als ze die boren uit aan het boren waren, dat was arbeid. Hè? Kracht, beweging, arbeid. Hè? Dat dan die kanonnen warm werden. Blijkbaar kon ik arbeid in warmte omzetten. Ik denk niet dat het waar is. Hij is vast niet de eerste die gemerkt heeft dat als je een kanon uitboort dat het bloeiend heeft. Die geiten, die arme werknemers die daar staan te boren, hebben vast een tengels genomen. En men boorde al kanonnen al een paar honderd jaar, dus ik denk niet dat het gemakkelijk is. Het andere verhaal is dat meneer Joule op huwelijksreis thermometers meenam. Je kunt er nooit zijn, hè? Daar ben ik nog onschuldig bij. Ja? Ja? En dat hij daar met zijn vrouw het water bovenaan een waterval is gaan meten, en onderaan een waterval is gaan meten. En ontdekte dat het onderaan de waterval warmer was dan daarboven. En het verhaal gaat, hè, dat hij zei, ja, maar dat komt omdat ik potentiële energie omzet in warmte. Die er dan weer uitkomt. Nou, als het verhaal überhaupt waar is, hè, kan ik tig manieren verzinnen waarom het onder warmte warmer zou moeten zijn dan boven. En niks met daarmee te maken. Ik kan turbulenties hebben, het spat over die steen. Verzin het allemaal maar. Hè, dus beide verhalen. Dit een enorme slagzaam. Wat wel waar is, en in het volgende experiment. Mijn leerlingen hebben dat met kneks nagebouwd. Die daar best grote wielen voor nodig. Hij nam een pomp en die isoleerde die van de omgeving. En hij zorgde dat die omgeving heel mooi op een vaste temperatuur is. Als je ooit eens in Londen bent, moet je maar eens gaan kijken wat dat experiment deed. Daar staat nu een replica van. Een mooie wijnkelder. Dus echt waar, als je in Londen bent, een keer naar te kijken. In die ton zat een schoenbad. Ik ga het een beetje proberen de schaar te tekenen. Hé, ik denk wel dat wij heen gaan. Ontstaan. Ja. Nou, daar is goed op wat, hè. Er zat een asje aan. En boven zat een spindel. Van mijn Nederlandse luchtvaart. Een touwtje mee. Hier zat hier een karton. En hier heen en weer. Het gewicht viel, dat schoenbad draaien en dat ging dan door, dat moest dan zich door die olie heen bewegen. Ja? En daarmee kon je dus uitrekenen als het gewicht zoveel viel, hè? H, dan was dat verloren delta E, dus M, G, K, H, zonder potentiële energie. Ondertussen kon je hier de warmte meten, en dit is de arbeid die je gebruikt had, kon je hier de warmte meten, de delta T te meten. Je hebt een soortelijke warmte van olie. Dat is een constante druk, een soortelijke warmte. Delta T. En dan kun je dus de relatie zien tussen de arbeid die je deed en de delta Q die dan in die olie ging zitten. Eigenlijk die je dan zegt, kan ik zien. En je zag dat die twee onwisselbaar waren. Dus echt, je kunt met het ene het andere maken, met het andere het ene maken. Dus de boeken die zeggen, ja, warmte is de energie die erin stopt om de temperatuur te veranderen, is niet waar. Ik kan het ook met arbeid, dat heb ik u net laten zien.
Ik ben toch benieuwd hoe we die warmte dat het gewicht in omhoog krijgen. Dat is eindig. Dat kan niet. Dus de tweede hoofdstuk van de thermodynamica. Dan heeft hij toch geen oude. Nee, dat wel. Dus dat is straks ook het verschil tussen die twee. De arbeid heeft standaard een toekie die nul is. Waarom is dit een toekie? Dat gaat straks het verschil maken. Ja. Een mechanisch systeem heeft per definitie nul entropie. Dat is bijna de definitie van een mechanisch systeem. Ja. Dat was het eerste verhaaltje. Nou, het tweede verhaaltje. Ik ga even nadenken. In het Zwitsers heet het Hans in Glück. Ik geloof dat ik het slecht vertaald Glück in de Hans. Dat is een verhaaltje van de Verbroeders Grimm. En het gaat eigenlijk over een ordeparameter. En die ordeparameter gaat straks met entropie. Dat is wel leuk dat je doet op zijn ordeparameter. Het verhaal gaat een beetje als volgt. Ik zal het verhaal wel zeker niet rekken, want je hebt gisteren te zoeken en ik kon geen goede versie vinden. Het echte verhaal vinden. Maar Hans is de knecht van een meester. Goed werk verricht, hè. Uiteindelijk de dienst ontblazen en krijgt van zijn meester een staafgoud. En met veel plezier gaat hij ook terug naar zijn vrouw. Hè? We moeten wel reizen, zoals dat vroeger. Je weet ver weg van waar je woonde. En die staafgoud was wel loeis waar. Het lukte ernstig op zijn schouder. Hè? Wel erg vervelend. En halverwege ruilte die staafgoud voor een paard. Stuk makkelijker reizen. Maar ja. Het paard is een beetje een bokpaard, het werkt nog steeds af en dat schiet ook niet op. Dus hij ruilt het paard voor een koe. Ja, gaan nog verder. Uiteindelijk rijdt hij die koe voor een, ik weet niet wat het was, een geit. Ja. Uiteindelijk voor een gans. Ja, dus die gans die ruilt hij uiteindelijk voor een man, want die gans is een onhandig beest, dat pikt maar en dat doet maar. Hè. Die gans die ruilt hij voor een slijpsteen. Voor zijn mes. Ja, dus het komt goed dat hij een was. Ergens halverwege heeft hij dorst, hè? Want hij bij een bron midden in het veld. En dan valt hem helaas de mes met die slijpsteen in een diepe put. Dus is die slijpsteen kwijt. Ja. En dan, het verhaal gaat al verder dat Hans God op zijn blote knieën, dat is een Duitse versie, dat God hem van die last onthoven, op zijn elegante manier van die last ontnomen heeft, en dat hij nog vrolijk op naar huis kan komen. Ja. Maar dit soort verhalen worden kinderen vertelt om te leren dat dingen waarde hebben en dat je die waarde onherroepelijk stuk kunt maken. Dat is een ordeparameter. Ja? Je kunt dat paard niet meer terugwaarden voor de goudstaaf. Probeer het maar eens. Of die slijpsteen terugwaarden naar de goudstaaf. Dat lukt niet. Ja? Eenmaal heen geraald kun je niet meer terug. In dit verhaal is de ordeparameter de waarde. Ik kan dus verschillende toestanden een waarde toekennen. Dus als ik dat doe, en dat is die kruistabel die ik nu ook al toege in het verhaal zit. Ga lekker snel. De waarheid gaat u meteen. De verhaaltjes lijken heel onschuldig. Straks een diepere laag te gaan. Dus ik heb de goudstaaf, paard, koe. Zwijn. Nog meer volk. Geit. Zwijn. 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 Kans. Kans. Zwijn. Ja, die geit zijn weer even. En de schuifteen. En ik
gezin ook nog een huis. Huis is een speciale, want ik kan goudstaaf voor het huis wisselen en het huis weer voor een goudstaaf. Ja, die staat niet in de pillen. We zitten hier nou op de plekken bij. Paard. Zwijn. Gans. Slechtzijn. Huis, hè? Nou, het belangrijke is dat het wisselen ofwel of niet gaat, niet een beetje gaat. Dat zit er niet in. Ja, dus ik kan het goud voor goud wisselen, dat is ja. Voor een paard, dit kan allemaal. Dat gaat goed. Maar dat paard kan ik niet voor goud wisselen. Maar wel voor deze. Deze weer niet. Die koe kan ik niet voor die, of niet voor die, wel voor deze. Deze weer niet. Het zwijn, niet voor deze, niet voor deze, niet voor deze, wel voor deze. Ik was echt een galstenen. Dat is de gans. Zijsteen. Ja, nee. Deze kan ik weer van allemaal anders. Hè? Ja. Zo kan ik een tabel maken. Dus als ik alle toestanden zou weten, wat ik in dit geval zou weten, kan ik daar een tabel van maken. Maar dat gaat straks onmogelijk zijn, want ik kan niet alle toestanden weten. Dus ik ga een compactere manier vinden om diezelfde tabel weer te geven. Dat doe ik door daar getalletjes aan toe te geven. Dat noemen we dan de waarde. Ik probeer dezelfde getalletjes te geven als een waarde van het goud. Dat noem ik 1. De waarde van mijn paard. Nog maar. De waarde van de koe. Nog maar eens even. De waarde van zwijn. Nog maar 6. Nog maar 5. Nog maar 5. Dat was deze waarde, niet de waarde, hè, die zwijnen. De waarde van de goud is nog een keer. En de waarde van slijpsteen. De waarde van het huis. Wat is de waarde van het huis? 1. En dan zeg ik. Kijk, ik kan, en dat heet een ordeparameter, of noem je net, dus ik kan het goud omwisselen en met een pad naar een paard, simpelweg omdat die waarde groter is dan die. En ik weet dat ik bij geen gebrek aan Nederlands woord heb ik het genoemd. Heb ik het genoemd? Voor het symbool bereikbaarheid, ja? Waar komt dit symbool vandaan? Nou, ik kom dus uit een gecorreleerde elektronbusiness. Op een bepaald moment moest er een thermodynamica ontwikkeld worden om op dat soort systemen te doen. En de andere manier om thermodynamica te vinden is vanuit zo'n ordeparameter wat ik u nu aan het vertellen ben. Dat zult u niet zo makkelijk in het boek terugvinden. Dat was toen nog in de ontwikkeling. 10 jaar later vond ik hetzelfde soort verhaal, maar in een andere context in een boek in Amsterdam, hoorde daar niet bij Atheneum, maar die andere winkel liggen. Nee, godsamme. Baas had mij nou dit verder laten uitdokteren. Ja, en dat is dus vanuit de thermodynamica doen vanuit zo'n ordeparameter. Als ik dan zeg van dat paard is, ik kan niet terug, dus ik heb niet dit. Mag niet, hè? Dat schrijf ik als, kan maar één kant uit.
Dit doet geen uitspraak over of het nog terug kan, alleen maar dat het heen kan. Dit zegt, jij mag niet terug. Ja? Nou, dit huis en dat goud, die zijn onwisselbaar. En daarvoor geldt, huis, dat is de korte notatie voor dit schrijven. Beide gelden, dus zowel dit geld als dit geld, symbool en ertussen, dat is dat. Je kan het hele weer. He, normale mensentermen hebben dezelfde waarde. Nou, wat ik nu waarde noem, he, van waarde weet je ook niet precies wat het is, alleen dat je ze kunt ruilen. Zo is entropie ook soms. Als dingen dezelfde entropie hebben, kan ik ze heen en weer ruilen. Als de entropie hoger is, dat is het nadeel. Entropie werkt net de andere kant als de waarde. De waarde gaat naar beneden, de entropie gaat naar boven. Dat is een beetje vervelend. Hè? Als de entropie hoger is, kan ik daar wel naartoe ruilen, maar niet terug. Net zoals de waarde nu laag is, kan ik er wel naartoe, maar niet terug. Daar zit een analogie. Ik weet ook niet wat waarde is, alleen dat het zo is. Maar kun je dan niet zeggen van hoofdzaken naar bijzaken gaan wel, maar van bijzaken naar hoofdzaken gaan niet? Als je een grootheid hebt, om te meten hoeveel iets een hoofdzaak is of een bijzaak is. Want dat is wat die waarde doet. Hè? Ze legt ze op volgorde, zie je dat? Als een ketting, als een rij op volgorde. De waarde zelf doet er niet zoveel toe. Alleen, ja. Totdat het derde hoofdzaak komt. Die zegt, bij t is 0 is ook s0. De derde hoofdwet van de thermodynamica geeft die entropie een vaste waarde. Ik zal kijken naar dat sprongetje die je maakt. Dat doet het dus niet. Ja. Ja. Lekker goed gezien. Ik probeer het willekeurig te laten. Nou, hoe vind je nou uit of wat de waarde van iets is? Nou, dat doe je als volgt. Je neemt een standaard in. Ja. Bijvoorbeeld een kilo goud. En dan neem je liefst iets van waar je porties van kunt maken. Kilo boter zou ook werken. Een mens is wat onhandiger, want dan moet je die mensen stukken gaan zagen, dan vernietig je waarde, om zo maar te zeggen. Dus je neemt iets waar je plakjes van kunt maken. En dan ga je gewoon eens kijken wat er nou de waarde van is. Dat is het minimum plakje wat ik moet hebben, zodat ik kan ruilen voor die x. En zo vind ik uit wat de waarde van x is. Ik kom een pen overheen. Ja. Ik heb een pak goud, een kilo goud, en dan is een grammetje. Dat is niet de waarde. Nee. Lambda is 1 grammetje klein. Ik heb niet de waarde. Nee. Ja, ik kom bij 10 gram en dan wordt de waarde. De waarde is dan 10. Niet zo doe je dat. Daarom is die ordeparameter zo belangrijk. En straks zal die entropie zo'nzelfde soort uitdrukking worden. Alleen, entropie is niet een maximum, een minimum is maar juist het maximum. Entropie stijgt naarmate je kwijtraakt. En waarom we dat doen, hè? Dat zal ik nog met je opnemen. Ja? We vragen die tijdsfactor. De tijd. Kan de tijd een effect hebben op de waarde of de dingen? Aangenomen de tijd. Maar waar zit je in de tijdfactor? Net als bij energie. Ja, dat is het interessante. Thermodynamica gaat over evenwichtssituaties. Hoe je van de ene evenwicht naar het andere evenwicht gaat. Ja, maar het doet geen uitspraak over hoe snel je dat doet. Vandaag, vanmorgen of in de toekomst, ja, blijkt. Maar direct aan dat constant is. Tijd is niet een issue. Het doet alleen maar uitspraken over een evenwichtssituatie. En dat is de reden waarom in een hele verhaal, een hele goede vraag, het hele thema tijd niet voorkomt. Ja? Ja. Daar houden we voortreden op. Ja. Weet u nog dat het feit dat we het over behouden grootheden hebben,
hoe energie en tijd aan elkaar gekoppeld waren in kwantummechanica. Ja, spiegelbeeld naar. Dus ik in het ene vakje zit te plassen, dan moet ik van de andere afblijven. Dat heeft daar ergens mee te maken. Goeie vraag. Hoe kom je dan van het ene naar het andere evenwicht? Hoe kom je daar dan? Goeie vraag. Later. Niet uit. Ja, want even zou je zeggen, dat verandert juist niet. Hè? En wij denken dan in termen van reversibele processen, duur woord. Maar wat betekent nou een reversibel proces? Dat betekent als een oneindig kleine verandering, ja, het proces van het ene naar de ander laten gaan. Dus stel je voor, ik zou je een emmer gas hebben. Zit er voor je. Er zit zo'n plunger in, dat zeg ik dat nou, zo'n zuiger in. Op die zuiger zit allemaal heel kleine gewichtjes. Ja, en ik heb die gewichtjes zo gekozen dat die zuiger stil wordt. Als ik daar één gewichtje afneem, hoe kleiner ook is, gaat die zuiger, als ik geen drijven neem, heel langzaam naar boven. Dat heeft weer gezien. En in dat hele proces, hè, terwijl die naar boven beweegt, is die constant in evenwicht, omdat het zo mooi langzaam wordt. Als ik daar een gewichtje weer bij stop, dan doe ik het. En als ik dat kan doen, dus een oneindig kleine verandering, dat is belangrijk, hè, moet infinitesimaal zijn. Het systeem heel langzaam de ene kant uit te laten lopen, om de andere kant uit te laten lopen, dan heeft het reversie. Dat kan dus niet als er wrijving is. Hè. Als die zuiger een beetje wrijving heeft, dan moet ik die wrijving eerst overwinnen. Weet je dat? Dan is het niet oneindig klein, dan is het eindig klein. En dan is het dus ook niet reversie. Ja. Zo vast ook? Er mag geen warmte uit of vast. Zeker? Er mag geen warmte uit of vast, dat mag ook niet. Dat mag wel. Als het maar oneindig kleine stapjes. Oneindig kleine stapjes. Als u daar een fixe hoeveelheid warmte in moet doen voordat u überhaupt iets doet, dan is het niet meer. Een explosie is niet meer. Maar dan is een evenwichtstoestand ook niet constant. Maar je kunt door een oneindige verandering van de ene evenwichtstoestand naar de volgende evenwichtstoestand die daarnaast zit, 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 daar loop je doorheen als het ware. Ja. Ja? En wij maken een onderscheid tussen irreversibele processen. Ik kan dus ook bijvoorbeeld die zuiger nemen, die van ons net, hè, daar twee van die stokjes in stoppen en hierboven ook twee van die stokjes. Hè. Dan zuig ik alle lucht weg. Ja, dan trek ik deze weg en dan pok! Ja, dat is niet reversibel. Ja, ik kan geen oneindige verandering verzinnen dat het niet wat zou nemen. Ja, ziet u dat? Dat is het verschil. Als ik dat straks ga, maar terwijl die zuiger omhoog schiet, de toestand waarin dat gas is, kan ik niet beschrijven. Ja, alle theorieën die met evenwichten te maken hebben, er zijn stukken van het gas die worden juist heel heet of heel koud of juist heel dicht of heel dun of anders. Het is een willekeuring, het is een stochastisch ingewikkeld proces. Dus je beschrijft eigenlijk hele kleine stokjes. Hele kleine stokjes. Ja. En ik zal u straks uitleggen, en dat zullen we na de pauze doen, dat ik voor zo'n gas of zo'n vloeistof heb ik maar twee parameters nodig. Bijvoorbeeld de temperatuur en de druk. Alle andere dingen die kun je daar dan aan afleiden, dat zijn dingen die je kan meten. Het heeft niks met moleculen te maken. Om normale temperatuur druk. Ik heb een beginsituatie. T1, P1. Eindsituatie. T2, P2. En nou, in een reversibel proces is het een lijn in mijn grafiek. Bij mij eens. Ik kan op ieder moment, kan ik de temperatuur meten, druk meten, temperatuur meten, druk meten. Nogmaals, er staat geen tijd op die as. Hè. Ik zeg wel ieder moment. Hè. Ja, het kan heel langzaam gaan. Ja, dus de temperatuur. Hè. En dan zie ik bijvoorbeeld dit. Hij loopt langzaam van deze naar deze. En iedere keer weer even in. Aan de andere kant, ik kan het ook op die stokjes manier van mij doen. Hè. En de enige twee evenwichtssituaties zijn de begin en de eind. Dan mag ik dus niet zo'n lijn tekenen in die grafiek. Dan krijg ik dit. Het tekenen als een stuk. Dit is reversibel. Met
Die eeuw? Zo is goed. Ik ben er buitenlander. Kijk naar Trump, daar kom ik vandaan. Ik ben zelf aan het leiden. Dat is irreversibel. Was goed. Gaan we eenmaal weg? Gaan we eenmaal weg? Eenmaal weg toch? Ik ben benieuwd hoe lang je dat moet volhouden. Had ik toch geworden. Ja, zo. En dat is de answer to question. Tijd voor een kop koffie of gaan we aan door? Nou, dan nog veel doen. Even een koffie. Dan begint ik te voelen waar die twee verhaaltjes over gaan. Ordeparameters belangrijk, dat is entropie. En dan behouden foto. Eerste hoofdwet, tweede hoofdwet. Die hebben we al gehad.